De vrachtwagenchauffeur die maandagavond een vrouw uit Dordrecht aanreed, heeft zich woensdag gemeld bij de politie. De 77-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk gebeurde bij een tankstation langs de A16. De chauffeur is een 47-jarige man uit Voorburg. Hij en zijn 39-jarige bijrijder hebben verklaard helemaal niets van de aanrijding gemerkt te hebben. En ze zijn doorgereden naar Frankrijk om bloemen en planten af te leveren. De strippenkaart is vanaf 19 mei niet meer te gebruiken in Zuid-Holland. De kaart zou al in februari worden afgeschaft, maar de Tweede Kamer wilde eerst een onderzoek naar de fraudegevoeligheid van de OV-chipkaart. Inmiddels heeft dat onderzoek plaatsgevonden en ziet de minister geen redenen meer om het afschaffen van de strippenkaart in Zuid-Holland langer uit te stellen. VVD, CDA, SP en D66 vormen de komende 4 jaar het dagelijks bestuur van Zuid-Holland. Vandaag presenteren de 4 partijen het coalitieakkoord. Speerpunten zijn optimale verdeling van de ruimte, goede wegen en openbaar vervoer en ruimte voor woningbouw, natuur en recreatie. Er moet wel 30 miljoen euro per jaar bezuinigd worden. Ja, vandaag opnieuw een zomers aandoende dag met veel zonneschijn. Vanmiddag geleidelijk aan vorming van een paar stapelwolken. En het is niet helemaal uitgesloten dat één zo'n stapelwolk uitgroeit tot een bui. Temperaturen komen uit op ongeveer 24 graden.